2, 1. Max, de grote roerganger van de robot die naar Amerika gaat. Wanneer gaan jullie? We gaan 14 maart gaan we vertrekken. En dan komen we terug volgens mij 23 maart, 24 maart. Dus 10 dagen. We gaan eerst naar Washington. Voor sowieso even ontspanning. Voor de wedstrijden spanning opbouwen. En uiteindelijk dan hebben we de daadwerkelijke regional. Begint op 18 maart, 19 maart, 20 maart. En dan hebben we daarna nog even een klein beetje ontspanning. En dan hebben we hopelijk een fantastische tijd achter de rug. Maar is er ook nog iets te winnen? Ja, er zijn heel veel awards die we kunnen winnen. Ook natuurlijk de wedstrijd zelf. Dus het gaat enerzijds om het spel. En anderzijds zijn er ook heel veel andere facetten die aan bod komen. Het gaat niet alleen maar om robots. Het gaat ook om dat je laat zien hoe je met je community omgaat. Hoe je je gemeenschap betrekt bij je team. Ja, want het zijn leerlingen en het zijn studenten. Ja, er zitten studenten van Fontys Hogeschool Engineering. Opleiding mechatronica en elektrotechniek. Gecombineerd met middelbare scholieren van OMO Scholengemeenschap in Helmond. Knippenberg College, het vakcollege en het Carolus. En zo gaan jullie naar Amerika toe met een robot. We hebben hem net gezien. Nou heb ik begrepen dat jij uit België komt en dat je hier dag en nacht slaapt. Nou, uit België, uit reserve België zullen ze bedoelen. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. Oorspronkelijk. Ik heb familie uit Brabant, maar in Eindhoven mijn werk. En omdat dat een ontzettende verre reisheid is, ben ik gewoon dag en nacht bij de jongens aanwezig. En eigenlijk komt de inner child, het innerlijke kind, komt weer terug boven als je met de jongens zo bezig bent. En ik zag, hij raapt ballen op en hij schiet ballen, want het is volgens mij een soort voetbalwedstrijd, toch? Of? Ballen moeten kunnen gescoord worden in een soort lage goal en in een hoge goal. Wij kunnen in allebei ballen deponeren. Aanvankelijk liggen de ballen op de grond en die worden door de leerlingen in het veld gebracht. Dan moet de robot de ballen oppakken, moet ze processen inwendig in de robot en vervolgens schieten. Casper, en jij gaat ook naar Amerika toe. En hoe spannend is dat? Ja, heel spannend natuurlijk, maar ik heb er wel heel veel zin in. Wat is jouw bijdrage geweest aan de robot? Geholpen met dingen ontwerpen, over dingen brainstormen en uiteindelijk ook het in elkaar zetten. En bedien jij straks de robot ook of is dat weer iemand anders? Ja, dat is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaan we het ook wel een beetje verdelen, zeg maar, dat iedereen het een beetje kan doen. Dat zijn allemaal dingen waar we nog achter gaan komen. En heb jij nou samen met andere leerlingen en studenten, heb jij die robot in je vrije tijd gebouwd? Of is dat tijdens schooluren gebeurd? In principe een heleboel buiten schooltijd om. Maar we kregen iedere donderdag eigenlijk vrij van school om aan de robot te werken. Dus je moet er echt schik in hebben dat je ook nog je vrije tijd erin steekt? Ja, dat is zeker wel waar. En wat denk je, ga je winnen? Ja, dat is niet ons belangrijkste doel. Ons doel is om lol te hebben, om plezier te hebben. En winnen, dat is voor ons eigenlijk een bijzaak. Die reis naar Amerika is alleen al tof genoeg. Ja, precies. Jij bent student van de Fontys, heb ik begrepen. En wat was jouw bijdrage? Ik zit bij de softwaregroep. Dus wij zijn verantwoordelijk voor het programmeren van de hele robot. Dus niet het bouwen specifiek, maar echt het programmeren van de robot zelf? Ja. En wat programmeer je dan? Wij werken met LabVIEW. Dus we eerst zijn begonnen met programmeren van elke module apart. Dus iedereen heeft zijn eigen deel geprogrammeerd, zeg maar. En toen zijn we ze allen ook samen gaan voegen tot wat daar nou staat. En wat gaat hij dan doen? Kun je hem dan bedienen of geef je hem van tevoren commando's wat hij moet uitvoeren? Aan het begin van de wedstrijd hebben we een autonoom deel. Dus dan gaat hij zelf rijden en dingen doen. En daarna besturen met een controller. We hebben ook een launchpad waar knoppen op zitten en zo, waarmee we de rest van de robot bedienen. En wat gaat de robot specifiek doen eigenlijk? Wat gaat hij straks uitvoeren? Hij gaat natuurlijk rondrijden, maar hij gaat ook ballen schieten in een goal, zoals je daar net al hebt gezien. En achter hem zit ook een mechanisme om een control panel, dat is gewoon een schijf, ook rond te draaien. Hoe lang hebben jullie hier aan gewerkt eigenlijk? 6 of 7 weken. Is dat zo snel klaar, ja?
Ja, vanaf het begin van echt wanneer we de wedstrijd krijgen tot nu, dat was ongeveer 6 weken. En is dat inclusief het bouwen of alleen het programmeren? Inclusief het bouwen, alles gewoon. Het bedenken, bouwen, programmeren. Is dat het bouwpakket van de IKEA of? Nee, we krijgen eigenlijk niks. Het enige wat we krijgen is gewoon een paar standaard onderdelen. En de rest moeten we zelf uitvogelen. Nou, dat is knap. Ja.